Opa Piet Albersen die woont al tientallen jaren in de Haagse wijk Mariahoeve. En in de loop der jaren zijn er steeds meer allochtonen komen wonen. Opa voelt zich niet langer thuis in zijn wijk en moppert op de buitenlanders. En bij ons in de studio is zijn kleinzoon Floris Albersen. Hartelijk welkom, Floris. Goeiedag. Hallo. Hey. Jouw opa mopperde en jij dacht, dat vind ik niet leuk. Ja, ik had heel vaak discussies met mijn opa gehad. Hij was vrij negatief en ik vrij positief. En ik dacht, wat kunnen we er nou voor doen dat hij zich toch weer prettig voelt hier in zijn eigen stad? Ja, in zijn eigen wijk. In zijn eigen wijk, in zijn eigen flat. Ja, en toen dacht je, dan ga ik een documentaire maken. Dan ga ik een documentaire maken, want ik dacht, die discussie gaan we voorbij en we gaan het nu gewoon aanpakken. En hoe heb je dat aangepakt? Ik vond eigenlijk dat mijn opa maar gewoon met een buitenlandse buurman van hem moest gaan praten. Want ik dacht, dan kun je contact maken. Dat is toch het leukste, het eenvoudigste. Dus ik zei tegen opa, kom, we gaan met z'n tweeën naar de buurman toe. Dat wilde hij absoluut niet. Hij zei, daar zitten die mensen niet op te wachten. Nou, toen heb ik het via de officiële kanalen geprobeerd, via het maatschappelijk werk en de woningbouwcorporatie. Maar dat werd allemaal niks. En toen is het uiteindelijk toch gelukt om de opa zover te krijgen samen aan tafel te gaan zitten met zijn Surinaamse bovenbuurman. Hij mopperde echt flink. Hè? Het is niet zomaar mopperen, maar hij zegt nogal wat. Want er zit een klein stukje van de documentaire wat wij nu even mogen laten luisteren. Dat is ook heel erg het mopperen van opa. Bruin, 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 bruin in alle gradaties. En dit loopt allemaal te stappen met moderne kleren aan. En ik snap je waar die mensen er eten van halen. Dit is mijn opa. Hij is 85 jaar en hij voelt zich niet meer thuis in zijn eigen flatgebouw. Noemen ze dat? Uitkeringen? Dat komt door al die buitenlanders, zegt hij. Ja, en ook wel van jatwerk en zo. Ik wil weten wat mijn opa daarmee bedoelt. Ja. Ja, het klinkt misschien heel negatief, maar opa is helemaal niet zo negatief over buitenlanders eigenlijk. Want de eerste gastarbeiders die kwamen, de Italianen en de Turken, er was helemaal niks mis mee. Maar hij vraagt zich af, hij ziet de mensen in de stad niet op school zitten. En dan zegt hij, wat doen die mensen hier? En daardoor wordt hij negatief. Nou, en op zich is dat nog wel een vraag die zich maar stellen, toch? Ja, ik denk van, het is makkelijker om de vraag te stellen. Want eigenlijk wordt deze discussie over integratie wordt helemaal gekaapt door de politiek. Die vindt dit, die vindt dat. En daar lossen we uiteindelijk niks mee op. En je hebt hem persoonlijk proberen te maken. Ik heb het persoonlijk klein. Het gaat om mijn oma, opa. Wat kan mijn opa nou doen? Uiteindelijk heb jij hem toch zover gekregen om te gaan praten met de buitenlandse buurman. Ja, en dat lukte. En dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. En opa die nuanceerde zijn mening. En hij kon opeens ook van de andere kant bekijken. Dus dat was een heel leuk gesprek. Ja, en wat heeft die buurman gezegd wat jouw opa anders deed denken? Het is een lang gesprek geweest. Maar... Ja, het is een lang gesprek geweest. Maar het is, ik vond het vooral leuk om te zien dat opa ook anders kon denken. En ze zijn wat dichter naar elkaar toegekomen. En dat vind ik positief. En ik weet niet of opa nu echt gelukkiger wordt op de lange termijn. Maar het is in ieder geval een begin. En daar ben ik blij mee. Ja. En is hij ook trots op jou? Ik denk het wel. Maar dat heeft gedaan. Ja. En wat hoop je met die documentaire nog te bereiken? Nou, ik hoop dat het... Misschien laat het iets zien van, kijk, politici die kunnen praten. En het is heel goed dat er over gesproken wordt. Maar dit is op klein niveau, kun je misschien toch iets betekenen. En praat met elkaar, dat is eigenlijk de boodschap eigenlijk die je hebt. Ja, open de communicatie en praat met elkaar. Opa, die was hier niet omdat hij niet kon. Hè? Anders hadden we hem uiteraard natuurlijk ook uitgenodigd. Ja. Goed. Nou, doe dan maar de hartelijke groeten van ons. Zo doen. Zeker. Mocht u nou meer willen weten over dit onderwerp, luister dan aanstaande zondagavond naar Holland Doc om 9 uur op Radio 1. Dankjewel, Floris. Tot zover het nieuws van